nieuwjaarsaflevering van TVLF Racing. De eerste van 2018. We gaan veel terugblikken op de races op het Java-circuit in Postert. PAC Postert organiseert de races. En in april waren de eerste manches weer te bewonderen. Over racing, dus het publiek kan genieten van de ganse wedstrijd. Dat is het voordeel van een rond circuit. En er zijn nog wel wat nieuwigheidjes te melden. Zo is deze Brisca Formule 2-klasse dit jaar opgesplitst. De gele en de witte daken. Dat zijn zeg maar de get nieuwere coureurs in het veld die rijden in een eigen wedstrijd. Na een rollende start wordt de groene vlag gegeven en dan barst het geweld los. 16 rondjes en wie hem dan het eerste over de streep komt is de winnaar natuurlijk. En wie deze witte en gele daken zou Laura Vervuurt de eerste overwinning van het seizoen pakken. De enige dame in het deelnummersveld met de witte en gele daken en dan al meteen een eerste tijd noteren. Net zien 22 jaar is deze blondine in ieder geval een opvallende voorziening in het toch wel mannenbolwerk wat de racewereld is. En dan bieden het ervaren coureurs in de Brisca pakte Jan Bekkers de daagzegen in Postert in april. De jongste deelnummers in Postert rijden in de mini-stocks. Zo'n beetje alle deelnummers hebben nog niet hun rijbewijs, mogen nog niet op een gewone weg rijden, maar doen dus wel al met aan de races hier in Postert. 14 coureurs aan de start. En al een spannende race is het uiteindelijk Mikko Smeets die in de eerste manche als eerste over de streep komt. Hij zou ook het sterkste zijn in de tweede en de derde manche en dat op zijn verjaardag. Als dat geen rijden is voor een feestje, dan weet de veer het ook niet meer natuurlijk. Mikko Smeets dus als eerste in de mini-stocks in april, gevolgd door Justin Tetz en Alessandro Nicoletti. Negen auto's aan de start in de Sprint 1300. En er was eigenlijk maar één man die in april domineerde en dat was Art Hermans. Toen drie keer toe kwam hij als eerste over de streep. Kevin van der Vorst eindigde op een tweede plek, gevolgd door Patrick van der Borst. De uitslag van de eerste manche zou dan ook meteen de uitslag van de daagzegen zijn. Geert Schoonbrood zou in de eerste manche uitvallen, maar toch nog uiteindelijk op een knappe vierde plek eindigen in het algemeen klassement van de dag. De Formule Toyota-klasse dan. Roald Severens is oppermachtig geweest in de races in april. Pakte toen drie keer toe de eerste plek in de Formule Toyota-klasse. Op de voet gevolgd door Ronald Jansen die een tweede plek pakte. En ook twee keer als tweede eindigde in de drie verschillende manches die er deze april gereden werden. Dirk Siebers pakte een derde plek. Van de 13 coureurs die zich hadden ingeschreven voor de stokrotklasse zouden ze niet allemaal over de finish komen. In de eerste mans won Jori Tielemans nog. Hij zou tweede worden in de tweede manche, maar omdat hij in de derde race uitviel, ging de overwinning uiteindelijk naar Tony van Dranen. Richard Peters werd de tweede, gevolgd door Rick Thewissen. De Saloon Stockcar, altijd spectaculair natuurlijk, een contactsport. Deze coureurs kennen tegen een stootje en dat is maar goed ook, want af en toe gaan ze aardig in de ronde. In april was Jacques Opgenoord het sterkste, hij werd twee keer tweede en één keer eerste. En daardoor pakte hij de daagzegen achter Staf Peters, die twee races won. Maar in de derde race derde werden. En omdat alle andere coureurs niet de drie races alle drie wisten uit te rijden, werden Jos Meijvis een verrassende derde. 9 wagens aan de start in de stockcar 1300 klasse. Kobus Rosema zou in die eerste manche tweede werden, maar dankzij een zege in de derde manche pakte hij de dagoverwinning. Wil Merte, die de eerste plek pakte in twee races, eindigde ondanks twee overwinningen op een tweede plek. Nummer 3 was Tim Schoenmakers. Maar liefst 16 auto's aan de start in de Hot Rod 2 liter klasse.
In de eerste race ging het er al meteen fel aan toe. Mario Beer pakte uiteindelijk de overwinning, ondanks een zinderende spannende slotfase. Dan kijken we maar eens wat er gebeurt in die laatste ronde, vlak voor de finish. Uiteindelijk dan toch de zege voor Mario Beer. De eerste werden in de eerste manche. En het dagresultaat op een derde plek te vinden is. Sterkste rier van de dag werden René Zuurhausen. Leider dankzij een overwinning in de derde manche met de dagprijs van doorging. We sluiten af met deze bijzondere beelden. Dit is de Dutch Heritage Stock Car Association die in Postert te gast waren. Dit zijn de ouderwetse wagens waar vroeger stockerracers met gehaaien werden. En het zijn dus de echte liefhebbers die zonnewagen nog riënt haaien en meedoen aan deze race. Zo zogen ze er dus vroeger uit. De stockcars, ouderwetse stijl. Tot zover TV11 Racing. Tot de volgende keer.